Heb jij dat ook wel eens als je op een feestje bent? Dat je denkt van, oh wat lekker die hapjes. Of wat ziet dat er allemaal mooi uit qua catering en bediening. Er komt heel veel bij kijken. Vandaag ben ik in Utrecht bij Roscoe Catering. En ik ga eens bij René meekijken wat er allemaal vooraf gaat. Voordat iemand die hapjes lekker opeet. Roscoe Catering is een verrassende en steeds weer vernieuwende cateraar. En ze werken vanuit het hart van Nederland. Wel zo gemakkelijk. Als u dacht dat catering alleen voor grote partijen is, heeft u het mis. U kunt gewoon online hapjes bestellen voor uzelf. En Sanne wil daar natuurlijk het fijne van weten. Is maar nou een druk hier allemaal, of niet? Ja, dat gaat de hele dag door normaal gesproken. Ja, want dat wilde ik dus eigenlijk even weten. Ik vind het zo leuk om even mee te kijken. Dus ga gerust door. Dat doen we. Hoe gaat dit in zijn werk? Jullie krijgen een opdracht binnen. Ja. En vertel, van A tot Z. Nou, de opdrachten die verschillen nogal. Of het zijn hele kleine groepjes of particuliere mensen met lunches van 2 personen of 30, 40. Oh, dat kan ook. Kan ook, 2 personen is ook mogelijk. Ik dacht namelijk ook altijd bij een groot cateringbedrijf zoals jullie, van ja, dan kan je niet voor een lunch van 5 man of 10 man aankomen. Jawel, of je nou 5 broodjes of 10 broodjes maakt of 200, dat maakt in principe niet zoveel uit. De grote feesten en bedrijfsopeningen die gaan eigenlijk door het hele land heen. En de lunches en zo die houden we meer hier in de regio een beetje. Dat is ook wat makkelijker. Ja, het wordt een beetje moeilijk om te gaan rijden met een schaaltje broodjes naar Brabant. Hoe vers is dit nou eigenlijk? Dit wordt nu bereid en het gaat straks naar de klant toe gelijk. Maar zeg eens heel eerlijk, hebben jullie ook wel eens dat je het van een dag van tevoren maakt of zo? Soms moet je je voorbereidingen wel eens een dag van tevoren gaan plannen. Maar echt het bereiden van de hapjes en de dingen gebeurt op de dag zelf. Ja. Dus het is eigenlijk gewoon echt vers. Het is echt vers. Ja. Maar is het dan wat hectisch hier? Dat verschilt nogal. De ene dag is het wat rustiger dan de andere. En het ligt er ook net aan wat voor partijen je hebt op die dag. En hoeveel mensen hebben jullie hier normaal gesproken in de keuken? Wij lopen hier normaal, als het fulltime op een dag, lopen er 7 man in de keuken. Wat ik zo handig vind, ik zat even op jullie site te kijken, dat je gewoon alles via internet kan regelen. Ja, alles kan besteld worden via internet. En mochten er vragen zijn, telefonisch altijd, er zit altijd iemand op kantoor die mensen te woord kan staan. Ja. Dat is geen enkel probleem. Kiest de klant nou gewoon zelf dit soort hapjes uit? Met dit soort hapjes hebben we bepaalde dingen wat bij ons een standaard is, maar indien de gast wat anders wenst, is dat geen enkel probleem. En het afleveren, dat gaat ook gewoon, dat doen jullie zelf? Dat doen we allemaal zelf, daar hebben we zelf chauffeurs voor rijden en onze auto's. En dat gaat altijd goed. Zal ik ze even wegbrengen? Nou, als je dat zou willen doen, heel graag. Je vertrouwt me wel, hè? Jawel, ongetwijfeld. Als het adres meegeeft, moet het helemaal goed gekomen. Dat denk ik ook. Het culinaire bedrijf catert ook op vaste locaties. Zoals Slot Zuilen, de Bataviawerf en Goudenstein. Nee, Sanne, niet zelf opeten. Normaal gesproken zet je natuurlijk die hapjes gewoon netjes achterin. Maar ja, ik ben Sanne, ik doe het op mijn eigen manier. En ik heb het natuurlijk gedaan omdat ik dan lekker kan snoepen. Wil je meer informatie? Ga even naar onderstaande website. Nou, we zijn benieuwd of die schaal leeg is voordat de klant hem krijgt.